De Radboud Universiteit bestaat 100 jaar en dat wordt vandaag uitgebreid gevierd. Ook koning Willem-Alexander is erbij. De Radboud Universiteit bestaat vandaag precies 100 jaar. Deze zogenoemde Dries Natalis wordt al het hele jaar groots gevierd. En vandaag, op de dag van oprichting, vindt een speciale viering plaats. In het Concertgebouw De Vereniging was deze middag een academische zitting waar ook koning Willem-Alexander bij aanwezig was. De koning is vandaag aanwezig bij de academische zitting. Tijdens deze zitting is ook de installatie van de nieuwe Rector Magnificus. Dr. José Sanders is de 60ste en tevens de eerste vrouwelijke Rector Magnificus van de Radboud Universiteit. Tijdens de academische zitting zijn er toespraken van onder andere de burgemeester en de voorzitter van het college van bestuur. En er wordt gereflecteerd op het verleden, heden en de toekomst van de Radboud Universiteit. Ook is er speciaal aandacht voor kunst en cultuur. Na de academische zitting gaat de koning in gesprek met docenten en studenten over duurzaamheid, kunstmatige intelligentie en de Nederlandse identiteit. Ja, zeker. Ja, hij is heel scherp, hij let het duidelijk goed op. Stel de goede vragen, kritisch ook, wat mag in ons vakgebied. Want het gaat natuurlijk over mensen en er zitten zeker risico's aan verbonden. Dus dat vond ik wel fijn. Ja, mooie atmosfeer. Ja, het was heel mooi om er te zijn en onze nieuwe rector te horen natuurlijk. Ja. Dus ik was wel onder de indruk. Het was een hele indrukwekkende speech, vond ik, die ook wel echt goed paste bij de Radboud Universiteit. Over hoe ze er zelf ooit begonnen was en over hoe ze de visie van de universiteit voor zich ziet. Dat is nog een hele inspirerende studentspreekster. Dat geeft toch wel een beetje universiteitstrots. Afgelopen dagen heeft politieteam 2 Stromenland een actie gedraaid genaamd 24 uur politietoezicht. Tijdens deze actie lag de focus vooral op de veiligheid in het verkeer, rondom scholen en ondermijning. Volgens de politie is dit een grote investering, maar gezien het resultaat nog steeds nodig. Donderdagavond lag de focus op alcoholgebruik in het verkeer. 400 mensen hebben hierbij een blaasjes af moeten leggen, 10 van hen reden onder invloed. Tijdens verkeerscontroles met zowel opvallende als onopvallende politieauto's lag 's ochtends de focus op de verkeersveiligheid rondom scholen. Hierbij werd gekeken of iedereen zijn autogordel droeg, de verlichting correct was en natuurlijk de snelheid. Tijdens een actie op de snelweg hebben 48 bestuurders een procesverbaal gekregen voor het mobiel gebruik tijdens het rijden. In het kader van je bedrijf op orde houden ging de politie samen met de gemeente langs bij bedrijven om te controleren of ze zich aan de bestemmingsplannen en de vergunningsvoorwaarden hielden. Bij 1 bedrijf werden 2 gestolen voertuigen aangetroffen. Tijdens de vrijdagmiddagborrel, met de herfstvakantie in het vooruitzicht, hield de politie een alcoholcontrole bij de PWA-brug in Beneden-Leeuwen. Hierbij kregen 34 personen een procesverbaal, 1 persoon had te veel alcohol gedronken. Vanuit het oogpunt ondermijning werd ook net wat verder gekeken in de auto's dan alleen de bestuurdersstoel. Achter het Centraal Station in Nijmegen-West wordt momenteel begonnen aan de verbouwing van de Vijfsprong. Het onoverzichtelijke verkeersknooppunt dat al jaren een doorn in het oog is van de gemeente en inwoners. Sinds maandag worden de voorbereidingen getroffen, zoals het verleggen van de rijstroken en het plaatsen van tijdelijke verkeerslichten. Aankomend weekend zal de kruising afgesloten zijn van vrijdagavond tot maandagochtend. De werkzaamheden zijn onderdeel van het nieuwe stationsgebied. Zo komt er uiteindelijk ook een ingang naar het station aan de westzijde, de kant van het verkeersknooppunt. Inwoners van Wijchen worden te laat en slecht geïnformeerd over de werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk in hun woonwijk. De politieke partij Kern achter Wijchen zegt hierover verontrustende signalen te hebben ontvangen vanuit de Wijchense samenleving.
Liander, de beheerder van het elektriciteitsnetwerk, is bezig met aanpassingen van dit netwerk. Zo worden in de openbare ruimte kabels verzwaard en vervangen. Ook plaatst Liander nieuwe transformatiehuisjes. Kernachtig Wiegen vraagt zich nu af hoe het kan dat omwonenden slecht geïnformeerd worden over deze ingrijpende verandering in hun leefomgeving. Raadslid Jan Evers heeft raadsvragen gesteld aan het college. Druten zoekt een klimaatburgemeester voor de Nationale Klimaatweek 2023. Iedereen kan deze rol vervullen, ongeacht leeftijd, maar wel met de focus op lokale klimaatbewustzijn en initiatieven. Je kunt jezelf als kandidaat opgeven, maar ook iemand die je kent. Met de Nationale Klimaatweek, die van 30 oktober tot en met 5 november voor de derde keer wordt georganiseerd, hebben steeds meer gemeenten een klimaatburgemeester. Tijdens deze week komt heel Nederland in actie voor een beter klimaat, waarbij de klimaatburgemeester het voortouw neemt. Curse Beuningen zet zich dit jaar weer in voor Pink Ribbon. Er is een sportactie met sponsoren en een loterij. Ze gaan zoveel mogelijk rondjes sporten terwijl ze zich laten sponsoren. De opbrengst gaat naar Pink Ribbon, een fondsenwervende organisatie die projecten en onderzoeken op het gebied van borstkanker financiert. Wij houden een sponsorcircuit, dus de dames kunnen zich laten sponsoren en dan zoveel mogelijk rondjes proberen te draaien. Normaal gesproken maken ze er 2. En voor dit item willen ze dan proberen om zoveel mogelijk te doen. En we houden een loterij. En winkeliers hier uit Beuningen die sponsoren geheel vrijblijvend de loterij met leuke cadeaus. Dat ze dit al vaker hebben gedaan is niet voor niks. Het onderwerp borstkanker ligt dichtbij. We zijn een vrouwensportschool. 1 op de 7 vrouwen die heeft wat te maken met borstkanker. En wij maken het hier in de club helaas ook regelmatig mee dat er een vrouw daarmee geconfronteerd wordt. Dus ik vind het een belangrijk item voor in een vrouwensportschool. Wij merken dat dit heel erg leeft bij de dames. Het wordt ook eigenlijk jaarlijks nagevraagd of we weer voor de Pink Ribbon actie iets gaan doen. En ze vinden het ook nog leuk om ermee bezig te zijn, ondanks het item waar het voor is. Ook ondernemers helpen een handje mee. Voor de loterij, daar zitten we nu. En ik heb natuurlijk nog tot 31 oktober, want dan is de loterij, dan is de trekking. Daar zitten we nu op 15 of 16 ondernemers die meedoen. De sportactie mag dan voorbij zijn, maar de loterij is er nog. Er zijn leuke prijzen te winnen. De vorige actie, Race tegen Reuma, hebben we bijvoorbeeld een fit horloge gewonnen. Als club zijnde. En die ga ik nu inzetten als de hoofdprijs. Er zijn dekens gedoneerd, van die vliesdekens voor op de bank bijvoorbeeld. Er worden cadeaubonnen gedoneerd vanuit kledingzaken, nagelstylisten die dingen doneert voor een behandeling of iets. Dus van alles, echt van alles waar vrouwen vooral ook eigenlijk hun voordeel mee kunnen doen. Dan kijken we even naar de berichten op de sociale media. Wijkagenten Druten waarschuwt inwoners van Druten op Instagram voor inbrekers. Deze maand zijn er namelijk al 5 gevallen bekend van woninginbraken in de gemeente. De politie roept op om thuis en tevens bij de buren alles goed in de gaten te houden. Tegelijkertijd vragen ze mensen die iets gezien hebben of denken te hebben gezien zich te melden. Presentator Jochem van Gelder laat op Instagram zijn verontwaardiging blijken over het feit dat Druten momenteel nog geen Sinterklaas-intocht heeft. Hij zegt, ik weet dat Sint heel graag komt met zijn pieten, wie pakt deze meiden op? Van Gelder is zelf in de Sinterklaasperiode altijd actief als hulp Sinterklaas. Sinds de Zwarte Pieten discussie opleidde, heeft het vorige intochtcomité van Druten de handdoek in de ring gegooid. Dit jaar is er wederom dus geen intocht, maar wel andere activiteiten waar Sinterklaas bij aanwezig is. En tot slot laat Bioscoop View weten dat fans van Walt Disney komende zondag hun hart kunnen ophalen in hun bioscoop. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het mediabedrijf draait zondag de film Frozen weer even op het witte doek. Het gaat hierbij om een sing-along versie, dus schraap de keeltjes nog maar even vast en let it go! Wat betreft het weer zitten we momenteel nog steeds aan de goede kant van de medaille. Ook morgen zal wederom droog verlopen met een prima temperatuur van 14 graden en veel zon. Pas in de avond zal er een regengebied over het land heen trekken. Dat een voorbode is voor enkele natte dagen.
En dat zijn dan de dagen vooral donderdag en vrijdag die nat verlopen, waarbij er veel millimeters kunnen vallen. Donderdag is dat vooral een periode. Op vrijdag is het weerbeeld buiig. Wel piekt er op donderdag de temperatuur nog even naar zo'n 17 graden. Richting het weekend wordt het weer wisselvalliger en een stuk frisser. Dit was het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 17 oktober. Morgen zijn we natuurlijk weer bij je terug, maar in de tussentijd kun je 24 uur per dag op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit je buurt via rn7.nl en via de RN7 app. En die app is helemaal gratis te downloaden via de App Store en de Google Play Store. Graag, tot morgen!